Salland Sport. Salland 1. Nabeschouwing. Aan de lijn Peter Portenga, trainer van Kwiek 1 Dames uit Raalte. Goedemiddag Peter. Goedemiddag. Welkom in de uitzending. En nou, gefeliciteerd met de eerste 3 punten. Ja, na 2, hè. Bij handbal is 2 punten. Oh, sorry, ja, dat hebben jullie dus 2. Hè. Ik zit nog helemaal in de voetbalwereld. Maar nou, je zou graag gewild hebben dat er 3 waren, want dan was je extra ingelopen. Maar goed, dat geldt over elk handbalteam. Maar je speelde gisteren eigenlijk Velo helemaal van de mat af. Ja, nou ja, Velo zit een klein beetje in dezelfde situatie als waar wij in zitten. Dat ze vorig jaar heel veel spelers hebben zien vertrekken. Ze hadden een relatief oud, ervaren team. En die zijn allemaal tegelijkertijd gestopt. Mm-hmm. Dus die moeten ook zeg maar weer helemaal opnieuw gaan opbouwen. Maar goed, we hadden allebei nog geen wedstrijden gewonnen. Zij hebben alle wedstrijden vrij dik verloren. Ja. Dus het was in ieder geval wel fijn dat wij gewoon 3 overwinningen hebben neergezet. Mm-hmm. Ja, maar goed, wat mij opviel, 40 keer scoren. Dat vind ik toch best wel een mooie prestatie. Ja, dat is. Nou krijgen zij over het algemeen wel veel doelpunten tegen. Mm-hmm. Maar goed, wij hebben natuurlijk, het scoren gaat niet zo heel erg makkelijk tot nu toe. Wel tussen de 25 en de 30, maar nog niet echt naar boven. Dus het was wel ook wel eens een keer lekker dat we veel eenvoudige doelpunten maakten. En het hadden er nog wel meer kunnen zijn, maar 40 is wel een prima aantal. Zeker, want is dat succes van gisteren niet vorige week al begonnen tegen Venlo? Want toen hebben jullie ook een hele goede wedstrijd gespeeld. Die verliest dan weliswaar, maar jullie hebben wel een hele goede wedstrijd gespeeld daar. Venlo is ook niet meer het Venlo zeg maar wat het vorig jaar was. Toen waren ze kampioen van Nederland. Daar zijn ook wel een paar goede spelers vertrokken. Maar als ik puur naar ons eigen team kijk, hebben wij zeker in de eerste helft heel erg goed gespeeld. En tot aan 22-22 in de 50ste minuut prima meegespeeld. Het is eigenlijk wel, je ziet gewoon dat we gewoon moeite hebben om structureel 60 minuten lang op een bepaald niveau te spelen. En dat het ons best wel, en dat is natuurlijk een beetje inherent aan het hebben van een heel jong team. Ja. Dat we een bepaalde periode in de wedstrijd hebben dat we in een paar minuten tijd gewoon 4-5 doelpunten achter elkaar tegenkrijgen. Ja. En dat is ons tegen VZW, tegen SNW, tegen Venlo, wel een beetje de sterkere teams op papier. Mm-hmm. Is dat ons eigenlijk wel steeds gebeurd in de tweede helft. Ja. Maar goed, als ik puur naar ons eigen spel krijg, kunnen we ook van vorige week wel terugkijken op een prima wedstrijd. Mm-hmm. Maar dat geeft toch ook wel een mooi stuk vertrouwen naar jouw team toe, ook voor de komende weken? Ja, zeker. Ik denk dat wij de komende weken toch wel tegen teams spelen waarvan die denk ik wel een beetje van ons niveau zijn. We wisten natuurlijk ook dat we een zwaar programma hadden in het begin met de top 4 van de eerste 5 wedstrijden. En als je kijkt, de 5 teams waar we tot nu toe tegen gespeeld hadden voor deze wedstrijd, die staan op dit moment de 1 tot en met 5. Dus we krijgen nu wel wat wedstrijden waarvan ik denk dat we wel mogelijkheden hebben om een spannende wedstrijd van te maken en hopelijk een paar van kunnen winnen. Ja, benader je dit soort wedstrijden ook anders als bijvoorbeeld de eerste paar wedstrijden tegen de hogere teams? Nee, eigenlijk niet. Nee. Ik vind wij hebben natuurlijk zeg maar een team wat een beetje bestaat uit spelers die vorig jaar in de A-jeugd speelden, die in de tweede speelden, die ook wel van wat lager niveau van andere clubs kwamen en een aantal spelers die overgebleven zijn uit het eerste team. Dus wij moeten gewoon zeg maar zeker de eerste helft van de competitie gewoon echt alleen maar met onszelf bezig zijn en naar onszelf te kijken en proberen zeg maar een bepaalde structuur te ontwikkelen, de manier van spelen. Waar we ons niet te veel met de tegenstander moeten bezighouden, maar gewoon echt naar onszelf moeten kijken. Ja. Dat daar ligt wat meer de nadruk op als dat we nu al tegenstanders helemaal gaan analyseren om te kijken wat we eigenlijk het beste kunnen doen. Dat komt misschien wel later in het seizoen nog wel. En zie je ook al dat die speelsters dan nu al meer op elkaar zijn ingespeeld als misschien de eerste 2-3 wedstrijden? Ja, zeker. Ja, zie je het eigenlijk wel. Zeker ook verdedigend. Daar hebben we toch wel nu al echt duidelijke afspraken. Dat iedereen weet wat zijn taak is. En dat zie je eigenlijk wel elke week zie je dat wel beter worden. Aanvallend is dat natuurlijk een stuk lastiger, want je hebt natuurlijk ook te maken met een tegenstander die op een bepaalde manier speelt. Dus er komt ook een heel groot stuk eigen creativiteit bij.
Maar ik denk dat de vereniging dat die op dit moment toch wel best wel redelijk staat. En dat het voor iedereen eigenlijk wel ook duidelijk is wat zijn of haar taak is. Op welke positie zij in het veld staat. Dus ik denk dat we daar wel al de afgelopen 5 jaar weken wel wat stappen gemaakt hebben. Ja. Is dat dan eigenlijk ook een voordeel dat je dan eerst al die zware tegenstanders treft en dat je dan nu de wat lagere teams krijgt? Het is maar net hoe je het bekijkt. Ik denk voor ons dat het misschien wel goed is. Want ik weet niet of wij 6 weken... Wij hebben 6 weken geleden of 7 weken geleden hebben wij een wedstrijd gespeeld tegen Velo. En die hebben we uiteindelijk met 6 punten verschil gewonnen. En nu hebben we weliswaar thuis een veel betere wedstrijd gespeeld en een veel betere uitslag neergezet. Dus ik weet niet of wij dezelfde uitslag en op dezelfde manier hadden kunnen spelen 6, 7 weken geleden. Dat weet je natuurlijk nooit, maar goed, je moet sowieso tegen die tegenstanders, dan heb ik ze liever eigenlijk maar meteen in het begin. Ja, nee, dat snap ik. Dat snap ik hartstikke goed. En dan volgende week is het tegen PSV, de volgende wedstrijd thuis tegen de Eindhovenaren. Heb je nou hoe ga je die wedstrijd in volgende week? Heb je daar iets over een strijdplan, een plan voor bedacht? Ja, dat hebben we natuurlijk altijd wel. Maar ja, wat ik toen straks ook al zei, het is meer dat wij gewoon echt naar onszelf moeten kijken. En dat we onszelf voornemen op een bepaalde manier te spelen. En niet proberen te snel te fixeren op de tegenstander. Ik denk dat wij, als we gewoon echt naar onszelf kijken, dat we daar echt wel stappen in kunnen maken. Ja. En PSV is wel een hele andere ploeg. Die hebben weliswaar ook maar 2 punten. Maar die hebben er toch wel heel dichtbij gezeten. Heel vaak met 1 of 2 punten verschil net aan verloren. Dus ja, dat zal een pittige wedstrijd worden voor ons. Ja, maar lekker dus de eigen koers volgen dus. Ja. Nou, kijk, dat is heel mooi. Dan wil ik je daar succes mee wensen tegen PSV weer volgende week. En dank dat je voor de uitzending kwam. En fijne zondag. Is goed, hetzelfde. Fijne dag. Hoi. Hoi.